Voor deze yoga-oefeningen gaan we in stand werken. Je mag hiervoor een stoel bij de hand nemen die we zullen gebruiken om de yoga-houdingen te ondersteunen. We nemen plaats achter de stoel met de leuning van je weg en we gaan een variatie doen op de zonnegroet. Plaats je voeten krachtig op de mat. Neem een rechtopstaande houding aan. En kom tot je ademstroom. Eventueel kan je één hand op je borst plaatsen, één hand op je buik. En ademen we 3 keer rustig samen in en uit. Voel bij het inademen dat je rug rechtop komt. En bij het uitademen dat je schouderbladen naar beneden gaan en je je krachtig op je voeten gesteund voelt. Nog 1 keer, adem in. En adem uit. We gaan bewegen. En bij het inademen strek je de armen op naar boven toe. Maak je zo groot als je kan. Bij het uitademen plooi je de knieën een klein beetje en plaats je de handen op de stoel. Adem in. Open de borst en strek je armen naar voren toe. Adem uit, plooi de knieën en laat je hoofd langzaam naar voren toe vallen. We blijven hier een 3-tal ademhalingen naar voren gebogen. Adem langzaam door. Gebruik de stoel eventueel om je evenwicht te ondersteunen. Bij de volgende inademhaling rollen we wervel per wervel langzaamaan op naar een staande houding. Voel eventjes hoe dit voor jou was, want we gaan het nog een keer doen. Adem in hier. Adem uit en maak je klaar voor deze zonnegroet. Adem in, strek je armen op. Adem uit. Rek je armen voorwaarts naar de stoel toe. Adem in, strek je armen, breng je borst naar voren. En adem uit, plooi de knieën en laat je lichaam helemaal naar voren toe vallen. Laat de zwaartekracht zijn werk doen. Je hoeft niet te trekken aan je rug of aan je benen. Maar voel gewoon waar je lichaam naartoe wil bewegen. Je ademt op je eigen ritme. En bij de volgende inademhaling rollen we opnieuw, wervel per wervel, langzaam op tot een staande houding. Deze oefening kan je misschien zelf ook doen doorheen de dag, gebruikmakend van een stoel om je rug en benen voldoende soepel te houden. Voor de volgende oefening gaan we naast de stoel komen staan. En kan je met één hand op de stoel steun nemen, moest dat nodig zijn voor je evenwicht. We plaatsen de linkervoet krachtig neer in de grond. En we gaan onze balans trainen door de rechtervoet ofwel ter hoogte van de enkel te plaatsen. Ofwel helemaal tegen het onderbeen. Terwijl we de rechterknie goed opendraaien naar buiten toe. Als je voelt dat je evenwicht goed gaat, kan je eventueel de stoel loslaten en rustig doorademen zonder steun te nemen. Nog 1 in- en uitademhaling. Neem dan opnieuw de stoel vast en stap je rechtervoet naar de grond toe. We doen hetzelfde aan de linkerkant. Plaats de linkervoet ter hoogte van de rechter enkel. Of misschien een stapje hoger, ter hoogte van het rechter onderbeen. Je laat je ademhaling verder stromen. Je zoekt je evenwicht door misschien zelfs de stoel even los te laten. En dan mag je de stoel terug vastnemen. En gaan we de linkervoet ook weer naar beneden brengen. Dan gaan we verder met onze volgende oefening, waarbij we de benen een beetje gaan trainen op kracht.
En voor het inademen mag je de rechtervoet naar achteren toe stappen. Een grote stap naar achter. De hiel blijft van de grond. Je linkerknie is geplooid en je mag de stoel gerust vasthouden. Bij het inademen strekken we de linkerarm op naar boven toe. Bij het uitademen plooien we de linkerknie nog een klein beetje meer en voel je krachtig op je benen staan. Adem hier verder. Adem in. Maak je zo groot als je kan. En adem uit. Voel je krachtig op je benen. Adem in. En uit. Nog één keer. Adem in. En adem uit. Je linkerhand mag naar beneden toe komen. En we stappen onze rechtervoet naar de grond toe. Deze keer strekken we de linkerarm naar voren uit. Als het kan, ga je de rechterarm ook naar achteren uitstrekken. Moest dit moeilijk zijn voor het evenwicht, neem je met de linkerarm de stoel vast. We ademen in en kijken naar de achterste hand. Adem uit. Plooi misschien je knie links een klein beetje verder. Adem in hier. En adem uit. Adem in. En adem uit. Adem in en strek dan je voorste been uit. En stap ook je rechtervoet weer naar voren toe. Wellicht zal je voelen dat je benen goed gewerkt hebben. Dat je hebt gewerkt aan balans en aan kracht. We gaan hetzelfde aan de andere kant doen. Bij het inademen tillen we de linkerknie op. Bij het uitademen stap je een grote stap naar achter, waardoor de linkertenen op de grond komen en de rechterknie zich plooit. Adem in, breng de linkerarm opnieuw op. Adem uit, we zakken een klein beetje dieper in de benen en voel dat je benen krachtig steun bieden. Adem in. En adem uit. Adem in. En uit. Adem in. En breng je arm opnieuw naar beneden toe. We draaien de linkerhiel een klein beetje in. En behouden nog steeds de rechterknie geplooid. Als het gaat voor jou, strek je de linkerarm uit naar achteren toe. Als het goed gaat voor jou, mag je ook proberen om de rechterarm uit te strekken. Als het moeilijk is voor je evenwicht, kan je de stoel blijven vasthouden. We kijken naar de achterste hand. Adem in. En adem uit. Adem in. Voel je krachtig op je benen staan. En uit. Laatste keer. Adem in. En adem uit. Strek je voorste been uit. Stap bij. En voel eventjes na hoe dat dit voor jouw benen is gegaan.